Kun je erin? Ja hoor, voor mij mag die. Juist, dat is heel mooi. Niks op aan te merken. Hij wordt helemaal gestoord, jongen. Ja, leg hem desnoods op je vlondertje neer en dat je daar verder blaast. Hè. Dus je mag gelijk op de plek hebt waar je hem wil hebben. Dat geeft al dikke rook, dus hij zal elk moment gaan vlammen. Ja, blaas maar zo hard als je wil en dan komen de vlammen er wel in. Dan kun je uit dat het niet nu omhoog schiet. Hè. Zo hard mogelijk. Juist. Ja, kijk, 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 kijk. Ja. Ja, ja. Ik heb nooit lopen gehad. Loka voet. Dat heb ik niet gehad. Ja, nee. Jawel, dat heb je wel gehad. Ja, zeg maar als je voedsel helemaal weet, dan zeg je alles al. Ja, nu wat iets meer op afstand en harder. Juist. Juist, omdat ik het toch een beetje kleine prop heb, kan je misschien even neerleggen. En dan op die manier blazen, juist. Inderdaad, goede geveerde stokpaar erbij houden. Juist, zo hard mogelijk. Zo hard mogelijk, hard mogelijk. Nog één keer zo hard mogelijk. Juist, dat is hem. Prima. Denk van nou, het gloeit, het rookt, en in één keer een pluizig stukje. En dan gewoon zachtjes erin ja. Laten kantelen. Ja, precies in het midden ding laten vallen. Dus nu leg je het vogelnestje neer als je dat makkelijker vindt. Zie je, op die manier is hij al een beetje aan elkaar gebonden. Als je hem direct erin zou gooien, zou er nog heel veel losse poeier omheen zitten. Doe je goed. Iets meer afstand en wat harder blazen. Iets meer afstand, je wilt er te dicht op zitten. Iets meer afstand en wat flinker blazen. Iets meer afstand weer. Juist, juist. Oké, nu gaat hij komen hè. Nu kan je zo hard blazen als je wilt. Maak je uit hè, want die vlammen die gaan daar omhoog. Ja, zo hard mogelijk als je wil. Heel mooi. Denk je heel hard. Kijk, juist. Top.